Ja, nee. Ja, die nacht herinner ik me nog wel, ja. Ja, het is een jongen van 20 die, ja, die veel met een privévliegtuig onderweg is. Alles kan. Hij moet zorgen dat hij met twee voeten op de grond blijft. Iets te veel water gehad. En toen ik thuis kwam, had ik wat moeite om het gat te vinden. Sleutelgat. Sleutelgat te vinden in mijn deur. Natuurlijk ook verrast door mijn zusje en haar vriend. Maar ik had niet meer zoveel te vertellen, denk ik. Dingen die ik vroeger niet zo gedaan. Ik heb 1 jaar zijn we gestopt met racen. Toen was ik 17 en toen ben ik vrijdag, zaterdag, zondags op stap gegaan. En ze moesten me bijna elke avond met de kruiwagen naar huis brengen, zeg maar. Zo dronken was ik. Ja, dat kan ik. Ja, Max is jong en ja. Ja, ik vind dat dat soms wel kan natuurlijk, ja. Even doorheen. Topfoto! Ik ga op Instagram. Nou. Ik heb hem maar niks voor gekotst. Nee, niks. Helemaal niet. Helemaal niet. Goed uitje. Ja. Lekker slapen, tot morgen, hè, jongen. Absoluut. En ja, Ramon, die woont gelukkig ook in Monaco. We proberen alles netjes, zo smooth mogelijk te laten verlopen. En, maar goed dat hij niet in Monaco woont dan. Nee, ik doe geen hele gekke dingen hoor. Maar...